Toen we hier kwamen dachten we, oh, dat is oké, we gaan hard werken en mogen er weer uit. Maar dat was allemaal niet zo. We moesten aardappels sjouwen en zo. Dat ging niet vlug genoeg, werd er geramd. En een hoop mensen vielen dood neer, die konden niet meer. Uitgeput. Maar hoe is dat om dat mee te maken? Ja, het is vreselijk om te zien. Maar je hebt geen keus. Er komen momenten dat je geen keus hebt. Morgens dan schakelden ze dus stroom uit en dan moesten wij die doden weghalen en verbranden en wegbergen. Dat was niet groot genoeg. Not enough people got killed here, so they built the big monster working. Je wordt er een beetje cynisch van. Ja, het is geen prettige omgeving. Het grote verdriet is mijn vader en mijn zusje. Die zomaar zo doodgemaakt zijn. De meeste brave mensen in de wereld hebben niets gedaan. Woonden 300 jaar in één stad. Hoe kan dat nou? Mag nooit meer gebeuren. Daarom doen we dit, dat mensen ervan leren. Bedankt voor het kijken. En wil je meer video's zien van RTL Nieuws? Download dan onze app of ga naar www.rtlnieuws.nl.